De craftmarket aan de waterkant leent zich ervoor om 43 crafters te accommoderen. Deze crafters brengen hun producten aan de man die hier langsloopt. Het zijn meer toeristen die hun producten kopen. Desondanks zijn ze niet gedemotiveerd om door te gaan met waarmee ze bezig zijn. Mijn functie is om de crafters hun belangen te behartigen hier op de craftmarkt. Hier bij de waterkant zijn we nauwelijks, zeg maar, bijna 2 jaar. Bijna, maar nog niet 2 jaar. Wanneer iemand een stand wil, moeten ze sowieso bij mij. Dus ik ben de tussenpersoon naar de DC toe. Dan wordt het allemaal afgehandeld bij het commissariaat hier op Noordoost. En dan behandelen zij het verder. Ik verkoop van allerlei soorten dingen. Van de inheemse klededracht, dus moderne klededrachten. En van vroeger ook vlegwerk, tasjes, kettingtjes. Ik zit hier, ben ik bezig met een Morrissey-ding. Dus daarmee maken we tasjes. Onderleggers, voetmaat en zo. U ziet het zelf. Nu zijn we, de school is ook pas begonnen. We krijgen het meest allemaal toeristen hier, maar onze eigen mensen niet echt af en toe. Maar nu is het vrij rustig, dus de aanloop is er nu niet. Dus we kijken nog de komende maanden wel. De verkoop gaat het niet echt af en toe. Dus. Soms 2 weken verkoop je niet. En daarna misschien wel niet echt veel. We zijn nu bezig voor 25 november, maar meestal elk eind van de maand hebben we een cook-out. Maar ja, u ziet het zelf, het gaat nu niet. Dus we hebben die eventjes stopgezet na 9 augustus. Dus we gaan nu voor 25 november. Ze komen met seizoenen. Wanneer zeg maar vakantie in Nederland is, dan komen we volop buitenlanders. Dan heb je wel de verkoop dat het vlot gaat. Maar wanneer de vakantie voorbij is, dan zie je bijna geen toeristen meer. Want Surinamers... Eigenlijk waarderen hun eigen product niet. Terwijl dat de product van Suriname waardevolle producten zijn. Omdat je dan meer werkt met natuurproduct. En je werkt ook met je eigen ideetjes om je kostuums te behouden als inheems. Je klededrachten moet je natuurlijk behouden. En je producten wat van de inheemse wordt gemaakt moet je ook houden. Dus daarmee probeer ik dan tenminste en een paar van ze leer ik ze hier dat ze hun producten moeten waarderen. En ook moet uitleggen geven aan de mensen die het kopen. Want soms weten ze niet wat voor product het is en hoe lang dat ding duurt. En waarom moet je het maken en wat de betekenis ervan is. Dus al die dingen probeer ik ze dan uit te leggen. En ik leg aan de anderen ook dat ze ook dat moeten doen voor de toeristen vooral en de mensen die het kopen. Sowieso ben ik ook een crafter, zoals men zegt. Ja, ik heb ook inheemse kleding. Ik hou me bezig met bijou, dus van alles zo'n beetje. Dus desondanks mijn job wat ik allemaal hier op de markt doe, hou ik me ook bezig met mijn inheemse kleding. Ik maak ze zelf, ja, u ziet het zelf. Dus alles komt... Door mijzelf, ja. Ik heb vaak bestellen uit het buitenland. Ik heb bestellingen zeg maar, vanuit Nederland, van Amerika. Zeg maar, dit maand nog ga ik naar Estland. Ga ik daar proberen te kijken of het lukt wat ze mij hebben gevraagd. Dus we proberen van alle kanten Trinidad, Barbados. Daar ben ik ook bekend. Die eilanden natuurlijk ben ik bekend. Dus ik probeer dat contact te behouden met die mensen. En dat wij ook zeg maar, bij de expositie wat ze daar houden, dan onze producten zeg maar, te promoten daar. Want laatst hadden we de overheden hier gehad om onze zeg maar, de verpakking te verbeteren van de plastic. Hè. Want dat vond ik ook zo een waardevol ding om te leren hoe je verpakking zelf moet maken. Dat proberen wij ook te doen, omdat we hebben ook gezien dat die plastic problemen geeft. Hè. En daarmee zijn we dan nu bezig om de verpakking van ons dan te veranderen. Onszelf product te maken, zeg maar verpakking dingen te maken. Ik krijg bestellingen, ja. Dus dat zit ook erin.
Dus af en toe geef ik wat trainingen thuis voor mensen die kraft willen doen. En dan probeer ik wat ik weet dan aan hen weer over te dragen. Ik heb dit geleerd, ik mag niet jokken, van mevrouw Bolman. Mevrouw Bolman is mijn tante, dus zij heeft me geleerd. Ik heb meer een zeg maar, sambora ervaringen van mijn vader geleerd. Mijn vader is nauwelijks al 5 jaar overleden. En ik ben bekend in het buitenland ook met sambora. Vooral bij een Kwaku festival ben ik daar een paar keren opgetreden. En in Barbados, Trinidad en Curaçao en zijn kids. En ook in Amerika zo, in Atlanta. Als ik ook bekend met sambora. Dus, maar nu ben ik een beetje gestopt omdat ik dan zeg maar, bezig met andere dingen. Ik ben bezig om me voorbereiden met nieuwe producten. Zeg maar, die de inheemse nog niet heleboel gebruikt. Dus en, om te wezen wat je nog kan gebruiken van je product die zonder geld. Soms lacht men uit wanneer ik het zeg. Zonder geld kunt u geld maken, want u gaat die producten in het bos halen zonder geld. En als u het afwerkt en maakt, maakt u geld ervan, je verdient ermee. En je geeft daar ook niet veel uit. Dus je geeft alleen uit voor je verpakking, dat is al, en je thee. Ik heb kinderen, ja inderdaad, maar geen van mijn kinderen willen overnemen. Want eigenlijk moet je dit lief hebben, anders doe je het niet. Het is tijdwerk. Omdat ik geen bezigheid heb, doe ik het wel. Ik ben een huisvrouw, maar ik wil niet thuis zitten kijken. Huh? En al mijn kinderen zijn al groot geworden, dus ik kan me bezig houden met zulke dingen. Wat ik wil zeggen aan de crafters, hou vol. Wat je in je idee heeft om te maken, om naar buiten te komen, je moet niet twijfelen. Kijk, zonder geld zeg ik altijd, kan je geld maken. Maar je moet alleen maar ideetjes hebben en durft. En geduld. Als je geen geduld hebt en je durft niet, ga je echt niet vooruitkomen. En je gaat ook geen geld maken. En sowieso ga je je product laten wat je ermee bezig bent. Je moet gewoon volhouden en doorgaan.